vandaag kijken naar een vlog van Valkrijn Alicia. En we gaan beginnen vandaag met de kooi schoonmaken en de huisvesting. Zoals je hier kunt zien hebben we verschillende hokken. We hebben grotere hokken en kleinere hokken voor verschillende maten vogels uiteraard. Nou, de kooien zien er nu heel erg vies uit, dus we gaan zo beginnen met de kooi schoonmaken. Ik zal jullie eerst eventjes een stukje uitleggen over wat we gekozen hebben, waarom deze huisvesting en wat er precies in de huisvesting zit. Nou, dit is de kooi van de buizerd. De buizerd heeft een sprengel. Nou, daar kan hij dus mooi rond met zijn poten overheen zitten. Hij heeft een rails in zijn kooi zitten, zodat hij heen en weer kan in zijn kooi. En hij heeft een steen vooraan zitten. Nou, deze vogel heeft ook platen voor in zijn kooi. Dat is puur gedaan omdat zij roept zodra ze mij ziet. Dus als ik aan die kant van de tuin ben, dan ziet ze mij niet, roept ze ook niet. Alleen maar als ik aan deze kant van de tuin kom, dan gaat ze roepen. Nou, dat is een beetje om de buren te ontlasten van het geluid dat zij maakt. Want dat klinkt best wel hard. Nou, dan hebben we hieronder onze laplanduil zitten. Nou, de laplanduil die heeft achterin een blok en aan de zijkant een steen staan. Nou, deze vogel heeft ook weer een rails in de kooi. Dus die kan ook gewoon gaan zitten waar dat hij wil. Ja, en daarmee heeft hij ook genoeg ruimte om te kunnen zitten. Nou, dan hebben we hier de hok van de lannevalk zitten. Deze vogel heeft een balk achterin zijn kooi die hoger zit, zodat hij niet zijn staart beschadigt onderaan het grind. En er zit grasmat overheen, zodat het goed is voor zijn poten. Kunnen we wat ziektes mee voorkomen. En vooraan weer hetzelfde, een steen, zodat ze de nagels kunnen slijten. Dat is heel erg belangrijk. Dan hebben we nog Kobi, ons konijnenuiltje. We hebben daarnaast, als je goed kijkt, nog ruimte voor één vogel. Daar komt nog ooit een vogel te zitten. Het is de vraag wanneer deze geboren wordt. En ja, deze vogel heeft eigenlijk precies hetzelfde. Het is eigenlijk in elke kooi verder hetzelfde idee. Achter in een blok en voor in een steen. Nou, we hebben speciaal gekozen voor grind in de kooien. Nou, je hebt verschillende opties. Je kunt voor astroturf, een soort grasmat, kiezen. Je kunt kiezen voor zand. En ik geloof dat je nog wel meer opties hebt. Beukensnippers bijvoorbeeld. Nou, het nadeel van astroturf of grasmat is als je dat gaat schoonmaken, moet je dat er in het geheel uithalen en afspuiten met een hoogdrukreiniger. Nou, omdat dat... Ja, de gras dat staat hoger en als je daarin gaat spuiten, dan keert dat terug naar je toe. Waardoor het jezelf helemaal onder komt te zitten. Nou, dat vinden wij dus helemaal niks, vandaar dat wij kiezen voor grind. Nou, dan heb je ook nog de optie zand. Nou, zand kan heel gevaarlijk zijn, want mocht de prooi, dus ze krijgen bijvoorbeeld eten in hun kooi, en dat valt in het zand en dat eten ze weer op, dan kunnen ze dus een soort bij paarden bijvoorbeeld bekend een zandkoliek krijgen. En daar kunnen ze dood van gaan, dus vandaar dat wij ook kiezen speciaal niet voor zand. En dan kun je ook nog kiezen voor beuksnippers, die je veel bij reptielen gebruikt en hè, met warm en koud. Maar ook daarin zien we dat het kan gaan schimmelen. En schimmelen kan bij vogels weer aspergillose veroorzaken. Nou, en dat willen we natuurlijk ook niet, want dan kunnen ze er hartstikke ziek van worden. Daar overleven ze vaak ook niet. Dus grind is voor mij betreft het veiligste optie. Het is heel makkelijk met schoonmaken. We halen de vuile plekken halen we eruit. En ja, zodra dat de vuile plekken dus niet meer opgevuld worden met steentjes, dan vullen we gewoon weer nieuwe steentjes aan. En dat is ongeveer één keer in de maand is het grind bijvullen en verder... is het gewoon schoonmaken. Nou, we doen één keer in de maand een grote schoonmaak. Dat houdt in dat alle wanden van alle kooien worden gedaan. En eigenlijk alles wat je ziet wordt dan een keer een doekje overheen gehaald. Zodat alles mooi schoon blijft. Want vogelpoep gaat behoorlijk stinken als je daar niks mee doet. Nou, je zult misschien wel denken waarom dat wij voor dit soort hokken gekozen hebben. Want je kunt natuurlijk de vogels ook in grote volières stoppen. Nou, wij hebben hier eigenlijk specifiek voor gekozen omdat wij heel veel doen met de vogels. Wij vliegen de vogels elke dag en we gaan er ook heel veel mee wandelen. Dus is het niet per se nodig om de vogel een grote volière te geven? Nou is het zo dat in de natuur, zeker buizers, die zitten heel veel op een paaltje langs de snelweg. Waarom doen ze dat nou? Nou, ze wachten eigenlijk liever totdat er een auto hun prooi aanrijdt en dat ze die kunnen vangen, dan dat ze er zelf moeite voor doen. Dus ja, buizerds zijn eigenlijk van nature vrij luie vogels. Dus ze zitten eigenlijk verder ook heel de dag maar stil. Al zou ik ze volière geven, dan zouden ze nog heel de dag maar op één stokje zitten. Of misschien hooguit een paar keer heen en weer springen naar een andere plek. Maar echt vliegen doen ze toch niet. Dus het is dan eigenlijk ook zonde om ze een hele grote volière te geven. Het kan natuurlijk wel en het is altijd hoe meer ruimte je hebt, dan zou ik het ook doen. Maar ja, dit is gewoon prima voor ze. Ze zitten stil, ze worden er heel veel uitgehaald op een dag. Dus dit is in principe prima voor ze om te slapen. Nou, dan gaan we Attila terugzetten in de hokken. Zoals jullie kunnen zien zijn de hokken weer helemaal schoon. Nou, Attila die heeft dus zijn buizerd en die spuit er hun poep nogal naar achteren. Dus zoals je in het begin van het filmpje kon zien was het helemaal, ja, eigenlijk helemaal vies. Helemaal tegen de achterhand aangespoten. En dat hebben we weer mooi schoongemaakt. Dat moet ook elke week. En dat maakt bij haar de kooi schoonmaken ook iets lastiger. Omdat zij dus overal en nergens de poep heeft liggen. Maar goed, dat moet toch gebeuren. Met de speciale valkeniesknoop uiteraard. We zullen een andere video nog hier uitleggen. Zo,
een deurtje dicht. Nou, dan hebben we onze rover nog. We hebben er eens een beetje nat geregend. Want ja, in de regen gaat dit werk ook gewoon door. Voor rover hebben we natuurlijk in de kooi wat meer dingen. Want rover is een raven. Raven zijn super slim. Raven moeten alles vastpakken en mee spelen en doen. Dus we hebben voor hem een zakje nootjes aan zijn kooi. Kan hij lekker wat nootjes eten wanneer hij wil. Heeft hij ook wat bezigheid. Hij heeft een spiegeltje aan zijn kooi met een belletje eraan gesproken. Maar die heeft hij dus afgesloten. We hebben achterin nog een balletje liggen en een flos. De flos, daar is hij ook helemaal weg van. Dat is echt zijn ding om mee te spelen. Die sleept hij af en toe de kooi door. Hij zit nou dus ook mooi op de boomstam waar dat rover hoort te zitten. Dus kun je ook zien dat hij hem echt gebruikt heeft. Nou, rover moet echt overal aan zitten, onze schat. Hè? Ja, nou ga je ook weer lekker terug in je hokje. Kom maar. Zo, ja, ondertussen even daar aan slopen en daar zit hij. Vonden jullie dit nou leuk? Nou, dan graag een thumbs up en dan gaan we meer video's maken.